vandaag zou ik graag wat terug willen doen naar het Tini ziekenhuis. Deze is voor jullie. Ja. Mijn carrière begon eigenlijk heel goed. Ik won regelmatig prijzen, dus dat was ontzettend leuk en mooi natuurlijk. Koffie. Ja, lekker. Op een gegeven moment kreeg ik een ongeluk en toen werd het allemaal wel even een stukje anders. Dat zette mijn schaatscarrière wel even op stop. Mag ik er nog in? Jazeker. Ja. Hier heb ik 7 weken lang gelegen. In die periode ben ik ontzettend goed geholpen. Uiteindelijk kan ik gewoon wel weer gaan voor die gouden medailles. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Vandaag zou ik graag iets terug willen doen naar het Tini ziekenhuis. Kijk maar. Een blijvende herinnering aan mij, die ik uiteindelijk ook aan hen heb. Ik heb echt nog nooit een kwast in mijn handen gehad. Mijn vader is schilder, dus ja, dan doe je het al gauw niet goed. Wat als je vader erachter komt dat je kan schilderen? Ja, dat is niet helemaal de bedoeling, dat moet ik thuis ook alles zelf gaan doen. Ik heb iets voor jullie, omdat ik hier 2 maanden lang heb gelegen en ik heb die tijd altijd als wel heel prettig ervaren. Deze is voor jullie. Ja. Een mooie inspiratie ook voor andere patiënten, lijkt mij. Dat ook wel, ja. Zelf aan de slag? Ga naar gamma.nl/histormycolor.